Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Banjo Movie. Ja, Banjo Movies, heel veel van jullie vragen je natuurlijk af. Bardo, het heeft weken geduurd. Waar was je de afgelopen tijd? Gozerd, waar was je? Beer. Wat? Beer? Nee. Was beer. Was beer. Humor, ik heb het nog steeds niet. En even serieus over de vraag, waar was je? Gozerd, waar was je? Waar ik was? Nou, meestal waar de wasmachine staat, daar was ik. Maar voor de mensen die serieus willen weten waar ik ben geweest, door de een of andere manier. Ik ben naar de Iron Man 3 première geweest, heb mijn eigen shirts, heb gelongboard, ben naar museums geweest, ben naar de Tweede Kamer geweest, heb gebarbecued, heb ochtendgymnastiek gedaan, heb hashtag kansloos gedaan. Toen heb ik nog gelasergamed en werd ik bedreigd. Nou ja, wat leuks om te vertellen over dat bedreigen trouwens, is ik was aan het basketballen met een paar vrienden en mijn bal viel en ik werd in één keer in elkaar geslagen. Mijn moeder werd gek en die bracht me naar mijn oom en tante toe, heel ver weg bij een hele grote villa. En ik dacht bij mezelf, wat moet ik daar? Dus ik stapte in die taxi en het murde als de tyfus. Uiteindelijk kwam ik aan daar in dat huis en oh mijn god, ik voelde me de Fresh Prince of Bel-Air. Dat is allemaal voor jullie tijd. Ik ben totaal de weg kwijt. Oh man, ik ben helemaal de weg kwijt. Nee, serieus, ik ben echt de weg kwijt. Wat doe ik op een grasveld? Maar mensen, het is ook zomer en in de zomer word je gewoon lui. Alleen, ik ben ook al lui van aard. Dat maakt mij een luiaard. Luiaard. Ja, dat noemen ze een luiaard. Natuurlijk ben ik niet de enige die op vakantie is geweest. Alfred de Steen die heeft zwemles genomen. Mastu de Beers begon aan een succesvolle cocaïnecarrière. En de smurfen worden nog steeds doodgetrapt. Grote smurf, laat me eruit! Oké, misschien voegen de smurfen niet heel veel toe aan deze video, maar 3 weken lang de Tour de France op tv voegt ook niet veel toe aan mijn leven. Plassen. Kut, ik dacht nog ik was wat vergeten. Dat was dus de bekertjes. Weet je wat? Pis maar in mijn bek. Oké. 2 seconden later. Sorry, maar dit is 100% EPO. Je kan niet meedoen. Gaat het, Bardo? Nee, sorry. Ik had een nare droom over EPO. EPO? Maar ik dacht dat je me niet zou bedriegen. Rustig, niet huilen. Weet je wat? Zou ik anders die banden voor jou even oppompen? Oh, Bardo! Bardo! Hang ik goed? Oh, crap. Crap! Hier moet je iemand voor hebben met een spiermassa. In mijn neus. Kut. Ja, ik wil geen vrienden meer met jou zijn. Hier, heb je shirt terug. Voor de gouden medaille. Oké, ik hang. Dat noemen ze een luiaard. Oh, peace! Door met het volgende.